Voor mij is het allerbelangrijkste is mijn gezondheid en van mijn gezin en van mijn hele familie. En dat we verlost mogen blijven van alle oorlogen. Dat zou voor mij heel belangrijk zijn. Vrede in de wereld. Het is heel veel ellende op dit moment voor heel veel mensen. Dus ik hoop dat het een beetje beter mag worden. Mijn gezondheid. Want ik ben een beetje aan het knoeien met de gezondheid. Dus dat is het allerbelangrijkste. En het werk. En het gezin natuurlijk. Hè. Dat is op dit moment voor u belangrijk? Ja, dat ja. Nou, wat dus voor mij belangrijk is, dat ik dus met de scootmobiel weg kan. Dat ik dus onderweg ben. Ik woon zelf in Hengelo. En ik ga donderdags heel vaak hier naar de markt, omdat ik hier geboren ben eigenlijk. Want in huis zitten is niks. Op dit moment belangrijk is in ieder geval de oorlog in de Oekraïne. Ja, en de toestand in Turkije en hier in Syrië. Dat houdt je wel bezig elke dag. Dus dat is het ook hetgene wat me bezighoudt. Denkt u dat het meer mensen bezighoudt? Nou, ik denk dat het wel een item is wat doorgaans door iedereen, voor iedereen belangrijk is. En waar iedereen ook aan denkt en de gedachten bij uitgaat. En in Nieuw-Zeeland, overstromingen, aardbeving? Ja, dat is er natuurlijk ook. Het ene heb je nog niet gehad of het andere staat alweer op de rol. Wat ik belangrijk vind, is dat de mensen stilstaan bij hetgene wat er gebeurt in de wereld. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook onze eigen zorgen. Het ene heb je nog niet gehad of het andere staat alweer op de rol. Het is wel een tijd waarin veel aandacht van je gevraagd wordt. Lijkt de wereld een beetje op drift? Op drift. Ik ben wel bang dat het kan ontaarden in nare toestanden als je Oekraïne bekijkt. En dat de wereld op drift raakt. Ja, natuurrampen zijn niet uit te sluiten. En die gebeuren op het moment wanneer de natuur denkt dat het noodzakelijk is. Die hou je toch niet tegen. Aan de andere kant, politiek gezien, ja, ben ik wel huiverig voor de toekomst. De aardbeving in Turkije vind ik vreselijk wat daar gebeurt. En dan mogen we blij zijn dat we hier leven. Dat de kans op een zo grote aardbeving heel klein is. En het doet me echt mijn pijn in mijn hart als ik zie hoe de mensen daar pijn lijden en families kwijtraken. Vreselijk. Dat is op dit moment belangrijk voor u? Heel belangrijk. En dan komt het natuurlijk op mijn gezondheid, want ik ben niet zo heel gezond. Maar nee, daar vind ik de aardbeving toch wel nummer 1 en daarna ik ook nummer 2. Ten eerste de oorlog, dat daar eens een keer een einde aan komt. Hoe of dat verder gaat. En verder ook met de economie, zowel in Nederland eigenlijk als in heel Europa. Die dingen, dat houdt je toch bezig. En wat is voor jou belangrijk hetzelfde, op dit moment? Eigenlijk wel hetzelfde. Ook echt die oorlog, het moet gewoon anders. Ja. Dit levert dus voor niemand iets op. Er zijn geen winnaars, alleen maar verliezers. Dat is voor u op dit moment belangrijk. Ja. Begrip voor elkaar in de maatschappij. Ja? Voor iedereen, waar hij ook staat, politisch. Dat, denk ik, is het meest belangrijke. Dat ieder die ander begrijpt. Welzijn van familie. Welzijn ook van iedereen eigenlijk. Ja, dat het goed gaat. Ja, er gebeuren veel dingen die inderdaad niet prettig zijn. Als je kijkt in Turkije en Syrië, dan geldt dat zeker ook inderdaad, ja. En dan mag je blij zijn dat je het hier wel goed hebt, ja. Dat is op een voettocht naar de markt, is dat wel een vraag zo in één keer. Gezondheid, ik ben een beetje verkouden. Verder, dat we zorgen voor na nu, hè. Met z'n allen, de kans toch een stukje over... Over dat de drijfmest in de bodem een soort fastfood was. Maar ik geloof dat het nog erger is. Maar dat we zorgen voor de dingen. Spullen waar we mee omgaan. De wereld lijkt een beetje op drift. We lopen een beetje op het eind van onze rekbaarheid. Lijkt mij. En wat houdt het dan in? Waar gaan we dan naartoe?
Ja, als je kunt destructief denken, maar je kunt ook denken in termen van wat kunnen we eraan doen met elkaar. Dat alles wat meer evenwicht krijgt. Dat die kale economie niet alleen maar voorrang krijgt. Op dit moment is het belangrijk dat ik het theaterhotel weer terugvind. Ik ben op bezoek hier in deze leuke stad. Ja, u bent te gast en u zoekt gewoon de weg weer terug. Ja, daarom kwam ik misschien een beetje dromerig over. Ik dacht, heb ik dit al gehad? Was ik hier al geweest? Nou, als u 200 meter rechtuit loopt. Oké. En dan aan de rechterkant. Dan ben ik er. En dan bent u er. Nou, kijk eens aan. Heb ik de bordjes goed gevolgd? Nou, en dank u wel voor uw antwoord. Ik heb een heerlijke wandeling gehad door het bos. Ja. Prachtige omgeving hier. Een aanrader om weer eens te komen. Hoe lang bent u hier te gast? 3 dagen. En vanwaar de keuze voor Almelo? Nou, het is een mooie omgeving. Maar we doen altijd een familiebezoek ook. En dat kunnen we dan mooi combineren. Dus vanmiddag gaan we lekker met onze familie eten. En belangrijk voor u is om nu de weg terug te vinden naar het theaterhotel. Ja, want anders dan... mijn man ligt daar en ik ben hier. Dan hou ik u verder niet tegen. Oké, dank u wel. Dank u wel en een fijne dag verder. Dank u wel, hetzelfde. Dag.